Yo, beste kijkers, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lost Buildings vandaag in België. In de buurt van bij een oude verlaten, nou of een oude, een recent verlaten camping. En vandaag zijn we te gast bij twee mensen in België. Hebben we overnacht. Ga mee. Let's go. De entree van de camping, denk ik. Ja, Dali. Hier zit een, gewoon echt een hele grote stroomkracht, maar dat was ook wel nodig. Want ze hadden hier echt mega veel huisjes waar die mensen in zaten. En die mensen hadden allemaal stroom nodig. Dus dan heb je echt een super groot netwerk nodig. Maar ik ga dit niet aanraken, want voor het geval zit er stroom op. Of niet zo. Ik heb niet meer. Nou ja, hier zitten allemaal noodstoppen en zo. Kijk, rijwegverlichting. Nou, dus als je hier deze aandeed, dan ging rijwegverlichting aan. Nou, dus uit, aan. Maar dat was dus, ik denk dat het echt super mooi geweest, maar we gaan even verder exploren. Mensen, moet je dit eens kijken. Ruimte voor kinderen of voor jeugd. Ja. Dat denk ik inderdaad. Ik vind het wel echt bizar. Echt heel bizar. Ja, hier. Een ballenbak. Helemaal onder water. Kijk maar. Wauw. Staat helemaal verregen. Kijk, dat dan een hele ballenbak van onder water. Huh? En dat staat er gewoon allemaal, hè? Ja. Jammer dat er weer mensen zijn die het... Natuurlijk, ja. Ja, maar dat is niet anders. Hier krijg ik ook nog een boom. Go. Ondertussen zijn... Steven en Josephie aan het droogvliegen. En wij gaan wat exploren hier. We gaan nog een verdieping hoger. We maken ondertussen een mooie drone shotje op dit paal. Ja. Ik weet niet wat dit is geweest, opslag of zo. Andere opslag. Hallo. Een kruis van knijpers, van wasknijpers. Ja, dat is een bar. Wauw. Ik ga gewoon even cola. Wauw, mensen, kijk deze bar dan. Ongelooflijk.
geloof dat dit volgens de verhalen een best wel luxe camping was. Met heel veel ruimte, grote oppervlakte. Ja. Het staat nog maar een jaar of zes, weet je. Het gaat toch wel vrij snel aan het verval. We hebben helemaal overgenomen door de natuur. Ja, echt bizar. Ja. Oké, we gaan nu naar het hoofdgebouw. We zijn daar even aan het droomvliegen. En wij gaan even checken. Ik zou niet zien, maar hier, het zijn allemaal gloednieuwe boeken. April 2001. Ja. Het complete kantoor van de camping. Met omgevallen kasten. Ja, prachtig uitzicht. Ja, onze gastheer en dochter kijken. Die zijn daar buiten nog met een drone opnames voor ons aan het maken. Ze hebben wat technische problemen wat betreft de camera. Aantal dingen. Compleet door de natuur overgenomen bijna. Ja. Hier aangekomen bij een van de, ik geloof wel 20 van dit soort sanitaire bloks, zoals we het hier in België noemen. Even binnenkijken snel. Open veld. Misschien meer tenten en zo. En niet te vergeten, blokhutten. Laten we daar eens even naar binnen gaan. Wow. Thank you.
hier nog twee bekjes achter, denk ik. Ja. Slaapplek voor vier mensen. Ja. Tweede van vier. Ja, ik vind het een super locatie. Wat een locatie. En ook gewoon hoe groot het is. Ja, dus vooral. Echt een groot complex. Dus. Ja. Ik hoop dat u dat op de opnames nog kunt zien van de drone. Ja. Dat is echt een joekel van een camping. Joekel van een vijver. Wat dan wel? Vast een prachtige locatie geweest. Als je hier zo'n trekker zult huren, dat je hier nog niet heel mooi kan gaan zwemmen. Best wel een grote vijver nog. Dat het hele complex is overgenomen of verkocht aan Roompot vakantieverblijven. En hier is het oude zwembad is al volledig dichtgegooid, zie ik hier met puin of met. Dus hier zijn ze al begonnen. Hier stond een maand geleden nog het Rutteloots. Hier was een volledig voetbalplein, volledig omheind, volledig in beton. Dat is allemaal afgebroken. Dat is allemaal verlaten en daarvoor was dat hier een golfterrein, minigolf. Oh ja. Ken je dat? Minigolf, dat is een volledig minigolfterrein. Daar hebben ze een parking zitten. Voetbalterrein. Ik weet toch dat Noord, daar staat aan de camera aan het voetballen. Dat is niet allemaal vernieuwd. Dat staat ook niet hoor. Ja. Vroeger, je had dat filmpje van Josephine, die was hier, de rood ging in het zwembad. En dat was een volledige rotonde in glas. Oh ja. Maar dat was ook afgebroken. Dat is een muur gehad. Kijk, hier. Kindvriendelijke recreatie. Frans Janssens, voorzitter raad van beheer. 1994. Ja, kijk, je ziet de contouren nog van het zwembad, maar het is volledig gevuld met gebroken puin. Heel absurd. Hier de douches nog. Zuivering voor het zwembadwater staat er nog gewoon. Ik denk dat dit nieuw is. Nee, dit is oud. Dus, dit was voor het zwembad, zie ik, om het water te zuiveren. Dit gaat er allemaal uitgesloopt worden, dat weet ik bijna wel zeker. Ketels. Ja. Dit heeft elk zwembad gezien. Ja. De zuivering. Om het schoon te maken. En het te verwarmen. Eventueel. Mensen, bedankt voor het kijken. We gaan naar de volgende locatie. En we zien jullie daar. Doei. Hoi. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a smile.